Ga maar gewoon lekker zitten. Dit is Alice, Alice Bijtie. Hoi, dank u. Zo, stel je even voor. Hallo, ik ben Louisa. Ik ben Alice. Kan je me zien? Ja, ik kan u zien. Hoe gaat het met u? Heel goed. Voor een oude tante van 92 gaat het heel goed. Dames en heren, van harte welkom. Ik sta een beetje in een raar hoekje, maar dat heeft iets te maken, dat heeft u net ongeveer kunnen volgen, met het leggen van een Skype-verbinding met Israël. Heel bijzonder. En we zijn hier nu te gast bij de François Ravel school. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Dat is niet per ongeluk uitgekozen, maar dat komt omdat het lespakket wat we nu gaan lanceren bedoeld is voor VMBO-scholieren en voor VMBO-scholen. En waar kan je dat natuurlijk beter laten zien dan op een VMBO-school zelf. En daarom ben ik ook zo blij dat jullie er zijn. Want jullie gaan iets vertellen. Jullie hebben het al voor een deel meegemaakt. Jullie gaan zo meteen met Alice praten, maar we gaan ook nog even met jullie praten over hoe dat nou is gegaan in de klas en wat je daar allemaal van leert. Nou, we staan hier bij een bijzondere presentatie van een lespakket. Hoe is dit ooit ontstaan op deze school? Wij hebben contact gehad met Malou. En die heeft toen verteld dat ze erin geïnteresseerd was om dit lespakket te maken. Meer dan 3 jaar geleden, toen zeiden we tegen elkaar van... ik heb iets gelezen over dat er in Den Haag een Joodse buurt is geweest. En dat er een hele Joodse gemeenschap is geweest voor de oorlog. Nou, best wel groot, 17.000 mensen. Zij kende in eerste instantie Cornel, die heeft er ook heel veel mee te maken gehad. En zij merkte aan haar eigen kinderen dat op het moment dat zij in Amsterdam rondwandeling gehad hadden, waarbij ze allerlei Joodse geschiedenissen hadden gekregen, dat het echt begon te leven voor ze. En toen dacht zij, daar moet ik iets mee. Want normaal gesproken waren haar kinderen helemaal niet zo geïnteresseerd in geschiedenis. Nou, dat zijn we gaan onderzoeken. En toen kwamen we dus het verhaal van Alice en Bernie tegen. En dat verhaal, dat raakte heel erg. Als je dat boek leest, dan begrijp je ook waarom. En dat was voor ons eigenlijk het moment dat we dachten, oké, hier moet het over gaan. Een verhaal over jodenvervolging, discriminatie. Een verhaal over Alice en Bernie. Dan wordt het heel persoonlijk en dan kunnen jongeren daar ook iets mee. Mijn vraag is dan nu, hoe heeft u het leven weer na de Tweede Wereldoorlog herpakt? En ging dat snel? Ik heb het enige doorgemaakt na de oorlog, want mijn hele familie, behalve mijn ouders gelukkig, maar verder was de hele familie niet meer in leven. Alle ooms en tantes en nichtjes en neefjes en ook vrienden, die waren er niet meer. Ik was er wel. Maar ik heb besloten dat ik niet wil blijven in een land dat niet van Joden houdt. En toen zei ik tegen mijn vader, ik wil naar een land gaan waar ze wel van Joden houden. Toen zei ik, dan bestaat er alleen maar Palestina, wat heette toen nog niet Israël. En dat is niet zo eenvoudig om daar naartoe te komen, maar het goede was dat er een heleboel Engelse, Britse, Palestijnse en andere landen, soldaten in Nederland kwamen om te zorgen en te vinden wie Joden verraden had en andere mensen verraden had. En een soort politiedienst. En er was even bij, eentje uit Palestina. En dat was de mooiste man van de wereld, niet alleen van Palestina. En we hebben elkaar na 2 weken de eerste zoen gegeven. En we zeggen, dat was in juni. En toen. En we zijn getrouwd in december. En we zijn een heleboel jaren getrouwd gebleven. Maar mijn man is al 8 jaar geleden overleden. Maar ik heb er een heleboel lieve kinderen van overgehouden. En kleinkinderen. Een van mijn lieve kinderen zit in de zaal. Volgens Hitler en de nazi's waren mensen in te delen in rassen. En dan was er 1 superieur ras en dat was het Arisch ras. Denk je dat de oorlog ook nog naar Nederland komt? Wat moet Hitler in Nederland? Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger ons land binnen. Uit vliegtuigen sprongen Duitse soldaten.
Een aantal maanden later moesten Joden een ster dragen. En dat moest toch een zichtbare plek op hun kleding. Ik ga je schrijven, elke dag, zodat je kan zien wat ik allemaal meemaak. Net op tijd konden we ons op een zoldertje verbergen. Ik ben nog nooit zo bang geweest. Dit is een goederenwagon. Maar de nazi's hebben dit ook ingezet om mensen mee te vervoeren. Als dit is hoe je wordt vervoerd. Maar ik denk dat er toch wel veel mensen waren die hier al een beetje bang werden. Aantal kleine filmpjes die in het lespakket passen, gemaakt. Die gaat over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van twee verliefde Joodse tieners. En Alice was daar één van. Toen de tijd. Die woonde in Belgisch Park. En Bernie was de ander. Dat was haar vriendje. Ze moesten onderduiken uiteindelijk in de oorlog. Ik hou het even heel erg kort. Maar ze spreken af om elkaar na de oorlog weer te zien. Op het bankje in het Belgisch Park. Waar ze al zo vaak hadden gezeten. Ze beloven elkaar een dagboek bij te houden in de tijd dat ze van elkaar gescheiden zijn. En de dagboeken komen uiteindelijk na de oorlog weer bij Alice terecht. Wat vindt u van het feit dat dit zo'n project op school gebeurt? Nou, daar ben ik ontzettend blij mee, want het is gemaakt voor school. Het is gemaakt voor VMBO, echt speciaal op ontworpen. En dan is het natuurlijk het allerleukste als je het ook kan laten zien waar het voor, op de plek waar het voor bedoeld is. En ik was dus ook heel blij dat er 20 leerlingen zaten die een uur lang toch heel geboeid blijven bij zo'n presentatie. En die als je ze een vraag stelt over het project ook echt hele goede antwoorden geven. Dus dat is geweldig. En dat gevoegd bij het feit dat ik het ongelooflijk belangrijk vindt dat dit soort geschiedenissen blijft worden verteld en verwerkt door leerlingen en specifiek ook leerlingen natuurlijk van ons die het heel erg zullen doen met hun gevoel, maakt dat ik ongelooflijk blij ben dat het hier is gebeurd. U vertelde dat dit lespakket gratis is voor iedere school die het wil gebruiken. Hoe werkt dat? De initiatiefnemers zijn op een geweldige manier aan het fondsen werven geslagen. En die kwamen op een gegeven moment bij mij en die zeiden, wil jij als een soort producent optreden? Zodat het wij als aanvraag voor subsidies, maar ook als betaler voor alle onkosten en zo konden optreden. En dat is met mijn stichting Dialoogproducties. Lieve Bernie, gisteravond was er een grote razzia. De engste uren van mijn leven. Net op tijd konden we ons op een zoldertje verbergen. Sophie, ik heb wat. Nee, ga niet. En bij het lespakket hoort een film. En twee van de belangrijkste spelers zitten hier voor mijn neus. Wat betekent eigenlijk om het in zo'n film te spelen? Ja, het is een grote eer, want het is een educatief project gebaseerd op een echt gebeurd verhaal en er is nog nooit een verfilming van geweest. Dus het is voor ons een enorme eer om daar dan als eerste in te mogen spelen en ook nog de hoofdrollen te mogen spelen. Is het ook moeilijk om dan het onderwerp los te laten? Nou, het is heel erg, als je juist heel erg gaat verdiepen in het onderwerp, dan is het eigenlijk makkelijker om het personage eigenlijk te spelen. Want ze hebben echt geleefd en het zijn personen die in de Tweede Wereldoorlog hebben geleefd. En juist als je je heel erg gaat verdiepen in de Tweede Wereldoorlog, dan wordt het eigenlijk echter hoe je gaat spelen. Want ik bedoel, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. En juist met die emoties kan je je personage ook meer diepgang geven. Dus dan werkt het juist eigenlijk wel heel erg goed. Maar het feit dat het dus door het V-fonds bijvoorbeeld en het comité 4, 5 mei, de gemeente Den Haag, Fonds 1818, die hebben er echt grote bedragen in gestopt, betaald is, betekent dat het nu gratis uitgezet kan worden. En daar ben ik onwijs blij mee, want het is natuurlijk geweldig dat scholen die ook niet altijd heel veel geld hebben, dat gewoon zo van de site kunnen halen. Over een paar nachtjes slapen, dan is het 4 en 5 mei. En met 4 mei staan we stil bij hen die eigenlijk
belangrijk werk geleverd hebben voor ons, om het maar even zo uit te drukken. Want wat laat 4 en 5 mei zien? Die laat twee dingen zien. Eén is dat je elke dag steeds weer die vrijheid die we hebben nu, dat die vrijheid niet vanzelfsprekend is. En dat die vrijheid elke dag steeds weer verdedigd moet worden. En juist in deze tijd van deze jeugd is heel visueel, dus die moeten het van beeld hebben. Ja, dat klopt. Dat zegt u helemaal goed. En van het mee kunnen leven daarmee. Nee, dat hebben we wel gemerkt. Dus de teksten zijn heel beknopt in dit project. En dat is, het gaat heel erg om het beeld en om de films en om het verhaal eigenlijk. En we hebben ook nu gehoord vanmiddag ook weer dat leerlingen daar heel erg door gegrepen worden. Ja. En dat beeld... Ik denk dat dat door deze twee jonge mensen, Gaia en die jongen, ontzettend mooi neergezet is. Het lespakket wil het niet alleen hebben over de geschiedenis en over jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog, maar ook over discriminatie nu en over de geschiedenis van de joodsgeschiedenis in Den Haag. Want daar is eigenlijk niet zo heel veel van bekend. En dat is nou precies, dames en heren, wat mensen 70 jaar geleden ook gedacht hebben. Die hebben gezegd tegen elkaar... Wij moeten een Nederland achterlaten na 1945, zodat er mensen gelukkig en vrij en solidair met elkaar die samenleving verder kunnen opbouwen. In 1933 komt deze man aan de macht in Duitsland, Adolf Hitler. En dat was een één superieur ras en dat was het Arisch ras. Blond, blauwe ogen, zo zag hij er zelf niet uit, maar dat, niemand durfde hem dat te vertellen waarschijnlijk. Dus joden werden niet meer geaccepteerd. Toen stond er eerst een bordje met verboden voor honden. En dan hebben ze daaronder gewoon een bordje geplakt met verboden voor joden. Wow. Laten we terug gaan. Hierop? Alleen omdat we jood zijn? We zijn toch verliefd? Een aantal maanden later moesten joden een ster dragen. Dat is zo'n stertje, hè? Je moest hem iedere dag dragen en je moest hem op je kleding genaaid hebben. Hoe zou je dat voelen? Niet fijn, denk ik. Waarvoor is het zo handig om dit op school te laten zien? Ik denk de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog raakt steeds verder weg. Het is inmiddels natuurlijk, wordt steeds langer geleden. Er zijn nieuwe generaties die hun ouders het niet meer hebben meegemaakt. Mijn ouders nog wel, maar ik zelf al niet meer. En ik ben al behoorlijk grijs. Dus je kan nagaan dat wat er nu op school zit, dat die ouders dat al niet meer hebben meegemaakt. Dus dat verhaal, dat verdwijnt een beetje. En het verhaal is ongelooflijk belangrijk, ook in deze tijd nog. Omdat het zo scherp laat zien wat er gebeurt als je discriminatie de ruimte geeft. Ja, omdat het er natuurlijk eigenlijk allemaal over gaat, denk ik, in het heel kort en klein, dat we een beetje prettig met elkaar samenleven in dit land. Ik zou het ontzettend goed vinden als het naar alle scholen gaat, want dit lespakket maakt invoelbaar wat er gebeurt. En als je dat institutionaliseert en wat er dan voor idiote acties gebeuren, daarom moet dat verhaal verteld blijven worden en moet de connectie ook gemaakt worden met vandaag de dag, en dat doet dit lespakket. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we elke generatie opnieuw weer vertellen hoe de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in elkaar zit. Maar ook wat dat betekent voor vandaag de dag, hoe we met elkaar omgaan. En dat is denk ik heel cruciaal om dat te realiseren. Want de gezamenlijke opgave die wij met elkaar hebben, toen en eigenlijk nu ook, is eigenlijk heel mooi geschreven in de laatste twee regels van het zesde couplet van het Wilhelmus, van ons volkslied. Want daarin staat geschreven, of daar staat geschreven, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwond. Het hele project, dat het gaat over dat je elkaar ziet en dat je niet oordeelt over groepen en groepen uitsluit, maar dat je met elkaar toch op deze aardkloten moet zien te rooien. Daar gaat het over. Ja, dat is het allerbelangrijkste van geschiedenis. Niet hoeveel doden er zijn gevallen, want dan wordt het al heel gauw een abstract getal. Maar dat je je kunt inleven in wie die doden zijn en wie de slachtoffers zijn. Maar die opgave kunnen we alleen maar doen als wij realiseren dat wij met elkaar Den Haag maken. Als wij met elkaar Nederland maken. Nederland maak je niet alleen. Als een groep witte mensen, of een groep zwarte mensen, of vrouw, of man, of homo, of hetero. Dat doe je met elkaar. Wij zijn Nederland.
En datzelfde geldt denk ik ook voor Den Haag. Wij zijn samen stad, wij zijn samen Den Haag. Wat we de afgelopen paar jaren heel vaak hebben gemerkt is dat geschiedenis heel vaak vanuit een objectief perspectief bekeken wordt. Dus heel erg naar jaartallen en naar getallen en de hoeveelheid doden, maar er wordt nooit echt een naam aan gekoppeld. Er wordt nooit echt een gezicht aan gekoppeld. Dus wat is dan, wat betekent zo'n getal dan? Wat betekent 2 miljoen? Wat betekende 300 vluchtelingen of 300 Joden die vanuit Den Haag meegenomen zijn? Wat betekent dat? Nou, voor die leerlingen zegt dat natuurlijk heel weinig. Want zij kunnen zich niet voorstellen dat ieder van die 300 uit hun gezin kwam. Een moeder had, een vader had, misschien een geliefde had, net zoals Alice, die ze heeft moeten achterlaten. Waren er ook leuke momenten die u zijn bijgebleven? Uit de oorlog? Uit de oorlog, ja. Waarschijnlijk wel. Want we hebben een familie die gevoel voor humor heeft. Dus ik neem aan dat mijn vader een heleboel grapjes gemaakt heeft. En dat we daar wel om gelachen hebben. Maar hoofdzakelijk was er een doodsangst. Als ik een auto in de straat hoorde, dacht ik, ja, nou is het afgelopen. Want de Hollanders hadden geen auto's meer, geen benzine. Alleen de Duitsers, alleen de bezetters. Ja, 70 jaar geleden. En dat laat dit verhaal zien. Van twee hele bijzondere mensen die tegen elkaar liefde, maar ook loyaliteit en trouw hebben beloofd. Zich daaraan ook hebben vastgehouden. En eigenlijk vastgeklampt aan een hoop. Een hoop om die verbinding te laten herstellen die verbroken werd door anderen. Wat betekent het feit dat Alice toch een beetje aan dit project nog kan meedoen, zeg maar? Ik vind het heel erg bijzonder dat ik met haar heb mogen skypen en dat we haar hebben mogen zien op beeld. En ik weet niet, het is natuurlijk, Bernie die leeft natuurlijk niet meer, maar ik heb aan haar ook best wel veel gehad om mijn rol te kunnen spelen. Ja. Dat is heel erg moeilijk om te bevatten en ik denk dat zo'n project, zo'n lessenpakket daar eer aan doet. Die zorgt daarvoor dat die leerlingen dan ook in beeld hebben wat zo'n getal betekent. Want ieder van die mensen heeft een eigen verhaal. En nu brengen wij heel toevallig één verhaal in beeld van twee geliefdes. Maar het zorgt er wel voor dat zij weten dat ieder van die mensen een verhaal had. En dit is een heel mooi verhaal, vond ik zelf. Ook omdat het je raakt. Ik heb samen met de leerlingen de film gekeken en ik heb hem een aantal keer gezien. En ik moet wel zeggen dat iedere keer op het einde, wanneer Alice dan alleen op het bankje zit, misschien komt dat ook door de geweldige acteerkunst hoor, dat weet ik niet. Dat ze dan alleen op dat bankje zit, dat raakt mij heel erg. Je kunt het lezen. Maar als je het van iemand hoort, die bij wijze van spreken ook familie van jou had kunnen zijn tijdens het skypen, dan maakt het veel meer indruk en dan komt het echt binnen. En dat heeft mij zeer geraakt en ga je denk ik ook wel. Ja. En dat inspireerde ons ook om zo goed mogelijk te spelen, om toch recht te doen aan het verhaal dat zij heeft meegemaakt. En het is ook heel erg mooi om te spelen eigenlijk voor haar, dat we de film nu hebben gemaakt en dat zij hem nu ook kan zien. Het is eigenlijk ook voor haar dat we dit ook hebben gedaan. Ik bedoel natuurlijk ook voor de rest van Nederland en iedereen die er heel veel aan heeft aan dit project. Maar het is ook wel heel erg mooi dat we dit voor haar hebben kunnen doen. Hallo, Dino. Dino. Hoi, Dino. Hoi, hoe gaat het met jou, wees? Prima. Laat me eens zien. Wat ik zo mooi van dit project vind, het feit is dat Alice het zelf nog allemaal kan ervaren wat ermee gebeurt met het verhaal. Zij zelf, ja, ze was vanmiddag ontzettend aanwezig ook. Hè? En zij is ook een aanwezige persoonlijkheid. En zonder haar was dit project er misschien ook wel nooit zo gekomen. En ja, daar zijn we ook gewoon heel erg blij mee. En met haar verhaal en haar inspiratie eigenlijk. Ja. Waar ik mijn meeste naar verlangde, ja. naar mijn familie te zien, terug te zien en mijn vriend, want we waren heel erg verliefd op elkaar. En we waren pas 18, maar we wilden trouwen, direct na de oorlog. En daarom vind ik het ook heel erg belangrijk, kijkend ook naar de tijdsgeest waarin we leven, dat dit soort verhalen verteld blijven worden. En daarom is het ook fijn dat er een lespakket is, naast dus die film die er is. En ik merk ook wel aan die leerlingen dat iedere keer als ze dan kijken en Bernie komt mij niet aanlopen en ze zit daar maar en ze wacht maar, dat voelen ze wel. Dat komt wel aan. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is, omdat vanuit het lezen van zo'n tekst het niet altijd makkelijk is om zo'n emotie over te brengen. Maar wanneer je dat dan op film ziet, dan komt dat heel erg duidelijk aan. Die film moet vertoond, vrij breed wat mij betreft. En ik hoop dat het ook op de televisie komt, zo niet op de lokale televisie hier komt. Zodat mensen dat gewoon kunnen zien en niet alleen op de website.
Maar ik hoop ook dat dit verhaal eigenlijk laat zien van we zijn gewoon veroordeeld tot elkaar. Wat was uw eerste reactie toen u hoorde dat uw vriend Bernie was overleden? Een heel groot verdriet. Want het was een lieve jongen en we hielden veel van elkaar. En ik was in 3 jaar in de onderduik trouw gebleven. Eigenlijk dacht ik wil ook niet meer leven, maar dat is natuurlijk onzin. Want er zijn een heleboel mensen geweest die hun leven gewaagd hebben om mijn leven te redden. Ik heb zo namelijk ondergedoken gezeten bij verschillende families. En als ik gepakt werd, dan werden zij ook gepakt. En het was voor mij en voor hun een zekere dood. En ze heeft het waarschijnlijk de film zelf gezien. Wat vond ze ervan? Ja, ze was zeer emotioneel en zeer onder de indruk. En ze vond ons echt op de echte Alice en Bernie lijken, zei ze. Dus dat is wel het grootste compliment wat je kan krijgen. Ja. Zij is zo sterk om niet te blijven hangen in een soort wraak of wrok. Maar gewoon te zeggen van ik moet mijn boodschap uitdragen aan mensen, jonge mensen die nu leven. Die weer een hele nieuwe toekomst opbouwen. En die moeten dat vooral doen met liefde en genegenheid en respect voor elkaar.